Nou, wat later dan gepland heb ik vandaag de Pratt knot, de Pratt knoop. Deze is bekend geworden door Jerry Pratt. Hij werkte bij de Chamber of Commerce van de United States. En de knoop heeft hij heel lang gedragen, een jaar of 20, totdat Don Shelby het op televisie heeft gedragen. En in één keer kwam de Pratt knop tot leven. De Pratt Shelby knop wordt hij ook wel eens genoemd. In tegenstelling tot een hele hoop andere knopen wordt deze met de buitenkant, of de binnenkant, naar buiten toe geknoopt. Het is een hele mooie knoop, heel symmetrisch en op zich heel erg eenvoudig. En dat wordt ook heel erg door Italiaanse modewinkels gebruikt, omdat het een van de knopen is die je niet om je nek heen hoeft te leggen voordat je hem knoopt. Ik heb de brede zijde in ieder geval aan mijn rechterkant, de dunne zijde links. En zoals ik al zei, de binnenzijde naar buiten toe. En op je das heb je hier een naad zitten. Nou, een beetje weken wegen hoe ver dat je moet hebben, maar dat is ongeveer de hoogte waarop ik begin. Rechts, onder links en midden doorhalen. Eerste pootje. Dan sla je hem midden overdoor. En krijg je aan deze kant eroverheen. Het enige wat je nu nog hoeft te doen is hier door de lus halen die je net hebt gemaakt. Dus het is echt heel erg eenvoudig, deze knoop. En waar het nou om gaat is, je kunt de knoop op deze manier dragen, zoals dat ik hem hier heb, zodat hij recht is, maar bij deze knoop hoort hier de indeuk, de dimpel, zoals dat die ook in het Engels wordt genoemd. Ik heb geen idee wat de Nederlandse benaming zou zijn. Ik noem het even kreuk, power crease, hoe je het ook wil noemen. Maar dit hoort in deze das hier. Zolang je dat niet doet, heb je geen goede knoop. En grappig genoeg hoort deze dimpel ook bijvoorbeeld in een windsor. En hiermee heb je een Pratt Shelby knoop. Laat me weten wat je van deze knoop vindt en succes met knopen.